Qua hoeveel er gebeurt, is het gewoon een hele mooie tijd, zeg maar, voor innovatie. Je ziet heel veel technologieën die van idee alvast naar die eerste toepassingsfase worden gebracht. Dat is gewoon een heel interessante fase. Willen we ongestoord blijven rijden, onze huizen verwarmen en vooral ook onze industrie laten werken, dan moeten we de energie die we oogsten van zon en wind goed en rendabel kunnen opslaan. Omdat de zon niet altijd schijnt en je hebt periodes met windstilte. Dus je moet eigenlijk een variërend aanbod van energie moet je ombouwen naar een soort van vlak profiel voor de industrie die het liefst op één niveau vast willen draaien. Wereldwijd wordt gezocht naar nieuwe manieren om die energie op te slaan. Bijvoorbeeld door grote betonblokken op te hijsen en weer te laten zakken. Of door brandbaar ijzer te maken met zonne-energie. Of gewoon de energie van de zomer opslaan in een container gevuld met steen. We zijn gaan zoeken naar zoveel mogelijk manieren om energie op te slaan. En gelukkig vonden we er heel wat. Wat daarin zit, komt niet meer naar buiten. Wat zit erin? Hitte. De mensen moeten nog even aan werken dat het zo makkelijk kan. Het moet allemaal high-tech zijn en anders vinden we het niet interessant. Maar ja, low-tech werkt. Dit is Tegenlicht. Welkom bij de slag om de energieopslag. Op 8 januari van dit jaar valt in heel Europa bijna de stroom uit. Het Europese elektriciteitsnet is een complex netwerk dat in balans moet zijn. Maar om 14:05 op de 8e januari daalt de netfrequentie van 50 hertz opeens dramatisch snel. Veel te snel. Het lijkt alsof er ineens complete centrales zijn uitgevallen. Het lukt ternauwernood om de balans van het net te herstellen. Europa is op het nippertje aan een blackout ontkomen. Het zijn dit soort gebeurtenissen waar men bang voor is als we op grote schaal zonne- en windenergie gaan gebruiken. Want het aanbod van zon en wind varieert sterk. En daarmee dus ook de productie van elektriciteit. Soms is het te veel en soms te weinig. Her en der worden enorme pakketten batterijen ingezet om elektriciteit van zonne- en windparken op te slaan. Die pakketten moeten de gevreesde pieken en dalen in het elektriciteitsnet opvangen. Zoals hier in het Zuid-Australische Hornsdale, waar Elon Musk persoonlijk garant stond voor de ultrasnelle bouw van het systeem. When this is done, which will be in just a few months, it'll be the largest battery installation by a factor of 3 in the world. You see here, this whole event, everything is powered by those packs. This is actually what the future will look like, and the faster we get there, the better. De batterijpakketten worden steeds groter, maar in essentie zijn ze opgebouwd uit talloze kleine batterijen. En dat zijn dezelfde batterijen die in onze elektrische auto's zitten. Batterijen uit Amerikaanse, Koreaanse of Chinese fabrieken. Het belang van die batterijen is zo groot dat ook Europa ze nu zelf gaat maken. I think in these times when global free trade is being questioned and there is trade tensions between the different regions, I think also more regions are thinking about, you know, independence in different ways and not being too dependent on one country or another. In Zweden wordt hard gewerkt om de grote batterijfabriek van Northvolt af te krijgen. Daar moeten binnenkort massaal de eerste echte Europese batterijen van de band rollen. Grondlegger en CEO van de fabriek is Peter Karlsson. Een tijdje geleden nog werkzaam bij de Tesla batterijenfabriek. Nu wil hij Europa opstoten in de batterijrace. You know, it became pretty evident
that Europe, you know, having signed on to the Paris Treaty, which basically requires an 80% CO2 reduction over three decades, Europe would need a massive overhaul of both transportation, getting out of oil, as well as in energy generation, getting out of coal, natural gas, oil, into renewables. And both these massive transitions basically requires, just as you're onto, large capabilities of being able to store energy, and batteries being a key enabler here. So basically, a large demand coming and a fairly limited supply chain, and that's the opportunity that we started to explore. De opmars van de elektrische auto is niet meer te stoppen. In 2020 verdubbelde de verkoop van de elektrische auto. In totaal rijden er nu zo'n 1 miljoen volledig elektrische auto's in Europa. Dat moeten er in 2030 30 miljoen zijn. De behoefte aan batterijen is ongekend. I think the latest numbers, for example, in key markets here in Europe, such as Netherlands, such as the Nordics, we're seeing now that somewhere between every third vehicle is now an electric vehicle that is being sold. So that snowball is clearly rolling, and it's really an exciting industry growth that we're looking forward to here. The automotive industry is employing roughly 12 million people in Europe. It's an enormously important industry, and it's pretty clear that the automotive industry will require batteries to be produced in Europe. Northvolt wil de groenste batterijen ter wereld maken. Het produceren van batterijen kost enorm veel energie. Dat is een van de redenen dat de eerste fabriek in Zweden staat. De beschikbaarheid van groene elektriciteit uit waterkracht. To produce batteries requires a lot of energy, and thereby, if you're not doing it in the right way, it can create a significant carbon footprint. Just as a reference point, you know, if you produce a car battery, roughly a Tesla size, in a coal-based economy, and China, for example, is primarily coal-based, then you're basically creating somewhere between 3.5 to 4 tons of CO2 just producing that battery car pack. And what EU is kind of driving is really trying to push battery production with a low carbon footprint, using renewable energy, hydropower or other sources, and a sustainable mining setup, etc. You can transition in a much better way, and we can achieve what we want to achieve, which is totally lower our carbon footprint in a much better way. Ook zet Northvolt een recyclingsysteem op waarmee ze in 2030 minstens 50% van hun grondstoffen uit gerecyclede batterijen willen halen. When we started to talk with customers about this to produce the world's greenest battery, people were interested, but it was clear that performance, quality and capacity and price was more important. But over the last 3-4 years, we've seen a significant difference, and this have really become high on the agenda, where, you know, companies doing this transformation, like Volkswagen, like BMW and others, is also looking at how do we produce these electric cars with the lowest possible carbon footprint, and looking at their supply chains for this reason. Northvolt gaat vooralsnog gewone lithium-ion batterijen maken. De batterijen die nu in alle elektrische auto's gebruikt worden. Maar die hebben zo hun nadelen. Ze laden vrij traag en kunnen bij kortsluiting nogal heftig branden. Oh, I see it. That's correct. Oh! Wow! Holy crap! Onlangs stelde het bedrijf QuantumScape dat ze batterijtechnologie klaar hebben die problemen niet kent. Een solid-state batterij die ultrasnel geladen kan worden, een groter bereik heeft en veiliger is. Volkswagen alleen al heeft zo'n $300 miljoen in het bedrijf gestopt.
Maar het is dringen in het peloton van de batterij-startups. Een Israëlisch bedrijf zegt dat het batterijen kan maken die in 5 minuten laden. In Nederland wordt gewerkt aan batterijen die veel meer kunnen opslaan. En in Frankrijk wordt gewerkt aan nanokoolstofbatterijen die je kunt verwerken in de carrosserie van je auto. Bijna dagelijks is er sprake van nieuwe ontwikkelingen. Maar supersnel en veel laden kent zo zijn eigen problemen. Actually, the backside of the equation of being able to do supercharging is that you also need a grid that can handle this super fast charging. And this means that charging locations will be at charging. They will be consuming like small cities of power. So one thing we see is for pretty much every large city in Europe, they are utilizing their energy grid pretty much at the max. And then if we say, in five years, let's say that we have a 25% penetration of electric vehicles, then this is going to be an enormous strain, because these commuters will come out from the suburbs, they will come in and wants to charge their vehicles during the day when the grid is already maxed out, which means that a lot of European cities either needs to dig up the streets and replace the current cables with significantly larger copper cables, or they need to bring in energy storage solutions in the city where they, in low consumption hours, during night and others, utilize the piping at max and then consume this storage at peak hours. For those types of storage, the batteries are not efficient enough. You can't build long enough and you can't store long enough in batteries. Het net stabiel houden als er weinig aanbod van duurzame energie is, terwijl er veel gevraagd wordt, dat is de grote uitdaging. En daar worden dan ook innovatieve oplossingen voor gezocht. Dit ziet eruit als een leuk speeltje. Een gewicht dat langzaam zakt, laat een dynamo draaien die dan stroom levert. Maar toch is het een concept waar serieus mee geëxperimenteerd wordt. Zwaartekracht als opslagmedium. Dat gebruiken we natuurlijk al bij waterkracht. Maar het bedrijf Gravitricity denkt aan een diep gat waarin je energie opslaat door een zwaar gewicht op te hijsen. Als je energie nodig hebt, laat je het gewicht weer zakken. Ze willen daarvoor bijvoorbeeld oude mijnschachten gaan gebruiken. There's a huge global opportunity in existing mine shafts and we are planning early systems in Europe, South Africa and Australia. Het Zwitserse bedrijf EnergyVolt wist vorig jaar $110 miljoen voor een soortgelijk idee op te halen. Alleen dan niet ondergronds, maar bovengronds. Je bouwt gewoon een complete toren van zware blokken als je energie over hebt. Wordt er extra energie gevraagd, dan breek je de toren weer af door de blokken te laten zakken. De zakkende blokken wekken via dynamo's elektriciteit op. In het Zwitserse Arbedo Castiglione is de toren bijna klaar voor gebruik. Met de dansende blokken kan een constante stroom elektriciteit worden gegarandeerd uit het grillige aanbod van duurzame bronnen. The system you see here is the full commercial system
but we limited it here for demonstration purposes to about 75 meters. Each of the bricks that you see behind me are 35 metric tons. They're made here locally at the site with a specialized brick machine that we designed, and they're made from soil. So 96% of the brick is made from the local soil here. This minimizes cost. It minimizes also the greenhouse gases that are produced from the transport sector of having to truck material inside. This is a very important aspect for our supply chain and our position in the circular economy to utilize the soil even to make the bricks, but we can also utilize many different waste materials. For example, coal ash, even concrete debris, tailings for mining. So this is a very important aspect of our system and our what we call our 360-degree environmental approach. De toren moet deze maand voor het eerst in het echt gaan werken. En dat is best spannend als het bijvoorbeeld hard waait. E serviranno quando noi andiamo ad appoggiare un brick sopra un altro per avere la certezza di averli sempre nella stessa posizione. E come fa questa con un sistema di divisione? Allora c'è una telecamera sotto che guarda il foro e in più c'ha due sensori ad ultrasuoni che ci danno la distanza dalle brick. We looked at what is today actually the largest energy storage, which is pumped hydro. Pumped hydroelectric dams today store more than 90% of our energy. Now, the issue with pumped hydro is they're very expensive. They tend to disrupt in a large way the wildlife ecosystems. That's not good. And to build these dams, you need a lot of concrete. That's not good. So what we came up with in a very innovative way is to mirror the process of using gravity. So we've been able to do that at a very, very low cost, at actually the lowest cost in the world. It's typically the cost to store, for example, from lithium ion batteries or compressed air, liquid air technology, thermal technologies is very, very high, 10 to 12 cents and higher. The hydroelectric dams, which today store more than 90% of our energy, cost between 15 to 20 cents a kilowatt hour. So this presents a big problem. If we need to compete with fossil fuels that can produce at about 5 to 6 cents a kilowatt hour, you need to be able to add a storage system that when combined with wind and solar can be between 5 to 6 cents and compete therefore with fossil fuel and therefore be able to produce baseload power. Door het gebruik van lokale materialen voor de blokken kan het systeem, volgens het bedrijf, overal ter wereld geplaatst worden. Maar het kan ook net even anders. In de Nevada-woestijn in de VS wordt druk gewerkt aan het eerste prototype van een energierangeerterrein. Hier moeten zware karretjes een heuvel worden opgetrokken als er energie over is. Is er extra energie nodig, dan laat je ze gewoon weer de heuvel afrollen, waarbij de karretjes een dynamo aandrijven. Al dit soort systemen zijn bedoeld om een stabiele stroomvoorziening te garanderen. Sommige ideeën halen helaas de eindstreep niet. Dit idee, om in een enorm gat in de grond een zware cilinder hydraulisch omhoog te duwen en weer te laten zakken, sneuvelde vorig jaar. Maar ondergronds gaan is op zich geen slecht idee. Ons elektriciteitsnet stabiel houden met dit soort innovaties zal misschien wel lukken. Maar voor langdurige en grootschalige opslag zijn ze echt minder geschikt. Zelfs de grootste batterijopslagsystemen kunnen maar voor een uurtje een gemiddelde stad van energie voorzien. Nou, batterijen zijn een hele goede oplossing voor die korte en snelle fluctuaties in het energiesysteem. Dus als het snel bijvoorbeeld de wind gaat waaien en de zon komt op, dan kan je heel snel die pieken opvangen met batterijen. Die zijn snel, maar ze zijn niet zo groot. Je kan niet heel veel energievolume erin opslaan.
Dus als je voor een langere periode tekort hebt aan stroom, of aan energie eigenlijk beter gezegd, dan moet je toch naar systemen gaan kijken, naar technologieën, die ook voor een langere periode die energie kunnen leveren. Joris Korneef is expert energieopslag bij TNO. De onderzoeksorganisatie heeft een oud terrein van Shell in Rijswijk overgenomen. Daarop staat, hoe kan het ook anders, een boortoren. Maar daarmee wordt niet meer naar olie of gas geboord. Hier kan je dus goed de boortoren zien. Deze is een groot maatje omdat die uit de olie- en gassector komt en daarvoor werd gebruikt. Maar we kunnen hem hier echt perfect gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. En, om eigenlijk die technologie die ontwikkeld is door de olie- en gassector, dat we die nu toepassen voor duurzame energieopslag. De boortoren is bedoeld om te experimenteren met verschillende methodes om overtollige energie tijdelijk in de bodem op te slaan. Wij kijken met name bij TNO met partners naar waterstofopslag in de ondergrond voor de toekomst. We kijken naar warmteopslag en naar persluchtopslag. We hebben de neiging om bij duurzame energie te denken aan onze huishoudens en onze auto's. Maar bijna de helft van al onze energie gaat naar de industrie. En daar zit precies het knelpunt. In de toekomst zie je veel meer groene stroom in het energiesysteem komen. En dat is heel erg weersafhankelijk. Dus per dag kan het waaien, de zon schijnen of niet. En dan heb je toch een betrouwbaar systeem nodig. En de industrie vraagt veel energie en wil die ook veel constant hebben. Dus dat is een... Terwijl het aanbod van die energie, wat ik net vertelde, dat wordt fluctuerend. Omdat de zon niet altijd schijnt en je hebt periodes met windstilte. Dus je moet eigenlijk een variërend aanbod van energie moet je ombouwen naar een soort vlak profiel voor de industrie. Die het liefst op één niveau vast willen draaien. Daarvoor heb je niet één opslagtechnologie nodig, maar je hebt eigenlijk een hele familie van opslagtechnologieën nodig in dat systeem. Vergelijk met een auto, die heeft ook schokbrekers, dus die moeten de klappen opvangen in het systeem. Maar je hebt ook een grote benzinetank die zorgt dat je van A naar B komt. Dus je hebt verschillende componenten nodig in je energiesysteem om het betrouwbaar te maken. Momenteel wordt er al energie opgeslagen in de bodem. In het Groningse Zuidwending vindt aardgasopslag plaats in zogeheten grote zoutcavernes. Lucht- en waterdichte ondergrondse holtes in zoutlagen. Het aardgas wordt daarin opgeslagen om een grote vraag op te kunnen vangen. TNO onderzoekt hoe je daar grootschalig energie in kunt opslaan. In de vorm van waterstof of zelfs gewoon lucht onder zeer hoge druk. Zo'n caverne, dat is in een dikke zoutlaag. En dat is eigenlijk gewoon een groot gat. Daar past een Eiffeltoren in. Zo groot moet je aan denken. Dus dat zit op een paar honderd meter tot kilometer diepte. En die zoutcaverne, dat is een mooie afsluitende laag. Dus daar blijft waterstof goed in zitten. En in die zoutcaverne kan je ook perslucht opslaan. En dat is eigenlijk samengedrukte lucht. En die lucht die druk je samen op het moment dat je veel stroom hebt in het energiesysteem. En waar de stroom goedkoop is. En op het moment dat je het dan weer nodig hebt, laat je die samengedrukte lucht in die ondergrondse caverne laat je weer ontsnappen. Je laat je, simpel gezegd, langs een schoepenrad weer gaan, een turbine. En daarmee wek je weer stroom op en lever je weer stroom aan het net op het moment dat je het nodig hebt. Maar alleen stroom is niet genoeg. Voor de verwarming van onze huizen gebruiken we nog steeds voornamelijk aardgas. Bij TNO wordt ook driftig geboord om te zoeken naar de ideale manier om duurzame warmte op te slaan in de bodem. Voor warmteopslag zijn we op zoek naar eigenlijk waterhoudende zandlagen op een paar honderd meter diepte. Waar we die warmte, de zomerwarmte, eigenlijk in kunnen opslaan. En die zomerwarmte gaan we dan weer gebruiken in de winter. Die pompen we dan weer op. Rick van der Hoeven werkte jarenlang als driller in de olieindustrie. Hij heeft wel zin om nu naar iets duurzamers te gaan boren. Het trucje blijft hetzelfde. En of dat ik nou een gasput, een waterput of een olieput boor, de technologie erachter is eigenlijk hetzelfde. En we moeten gewoon nou aan de slag. Ze willen van de olie en gas af. Dan moet je zorgen dat je met alternatieven komt. Die alternatieven zijn er. Wij weten hoe dat we er moeten komen. Dan moet je niet lang wachten, dan moet je gewoon gas geven.
doordat we eigenlijk zoveel onderzoek hebben gedaan naar die ondergrond, weten we nu al heel veel van onze Nederlandse ondergrond. En daarom kunnen we ook inschatten bijvoorbeeld hoeveel opslagpotentieel er is voor waterstof of warmte. En het blijkt ook dat we heel veel kunnen opslaan in onze ondergrond. Dus Nederland kan daar een positie nemen die we ook nu hebben voor aardgas. Dus een belangrijke kennisleverancier en technologieleverancier. Volgens Kees van Nimwegen is het allemaal niet zo moeilijk. Hij bedacht een systeem waarmee je een flink huis, of beter nog, een wijk, kunt verwarmen met de duurzame energie die er ter plekke oogst in de zomer. Geheel voor eigen rekening bouwde hij een energiehuisje waarin je warmte opslaat in steen. Of preciezer gezegd, basalt. Kees, dit is jouw huisje. Ja, dit is mijn huis. Helemaal zonder ramen. Er is eigenlijk niks te zien. Nee, want het zit helemaal dicht geïsoleerd met 1,5 meter bijna steenwol. Dus dat wat daarin zit, komt niet meer naar buiten. En wat zit erin? Hitte. Ja, nee, maar ik bedoel, wat zit er in het huisje? Daar zitten 40 kubieke meter basalt, brokken, grote kleine brokken gemengd. Dat ik een zo hoog mogelijke dichtheid heb. En in de basalt liggen ook nog 320 meter buis. Stalen buizen in een container met 100.000 kilo basalt. 1,5 meter steenwol eromheen. In de zomer stuur je een sterke stroom uit je zonnepanelen door die buis. Die wordt roodgloeiend en verhit het basalt tot zo'n 450 graden. Klaar voor de winter. Dan blaas je lucht door de buizen en die draagt via een warmtewisselaar de hitte van het basalt naar je huis. Dat is in essentie het geslaagde doe-het-zelf-experiment waarvan Nimwegen 5 jaar aan sleutelde. Bij een demonstratie raakte Ad Vlems verliefd op het systeem van Nimwegen en besloot alles op alles te zetten om het in het groot uit te voeren. De hele tekening van het hele gebied was al klaar, het buurthuis was al ingedeeld. En toen ineens kwam Kees tegen met iets wat zo mooi was dat we het niet konden weerstaan. Het is zo'n simpel idee en het is zo makkelijk te realiseren overal ter wereld. En dat moeten we hebben. Vlems is al 10 jaar bezig met de realisatie van Ecodorp Boekel. 3 cirkelvormige woonblokken. Alles circulair gebouwd. Het basalt energieopslagsysteem bleek perfect in het plan te passen. Nou, welkom in Ecodorp Boekel. Hier komt de basaltaccu voor het eerst in werking, in het groot. We gaan energie opwekken met 600 zonnepanelen. Die sturen alle stroom naar de basaltaccu, naar buizen die erin liggen. En die buizen die warmen het basalt op en dan wordt het gestuurd naar een boiler, die komt hier achter te staan. En die boiler die warmt op tot 95 graden. En dat sturen we een paar keer per dag sturen we warm water naar elk van de cirkels van de woningen. Daar komt in de technische ruimte komt ook een boiler. En die verspreidt het water weer naar de vloerverwarming. Waardoor we in de winter de huizen warm kunnen maken met de warmte die in de zomer is opgewekt. Ja, dat is echt het idee van Kees in het groot. Ja, dat is het idee van Kees in een echte wijk. Het systeem kan eigenlijk niet kapot, hè. Straks zitten de roestvrij stalen buizen. Basalt, dat ligt er over 100 jaar nog. Als je de isolatie in het huisje eromheen in orde houdt, dan gaat dat niet kapot. De mensen moeten nog even aan werken dat het zo makkelijk kan. Het moet allemaal high-tech zijn en anders vinden we het niet interessant. Maar ja, low-tech werkt. Ja, want dit is low-tech. Dat low-tech. Is zo... Ik vind het low-tech. Vind je ook niet erg dat het zo genoemd wordt? Nee, geef er niks op. Nee, dit werkt gewoon. Een van de leukste dingen van dit project vind ik dat het zo'n eenvoudig concept is. Met producten die je overal ter wereld kunt vinden. Want basalt is het meest voorkomende gesteente ter wereld. En dus dit kan overal gedaan worden. En dat betekent dat we in de zomer geen piek meer hebben van productie van zonnepanelen. En in de winter geen piek meer van verwarmingsvraag. Het wordt allemaal met dit ene systeem opgelost en is heel makkelijk overal te doen. Perfect.
Als alles goed berekend is, moet de batterij van Nimwegen genoeg warmte kunnen opslaan voor de hele wijk, voor de hele winter. Het idee van Nimwegen, elektriciteit via warmte opslaan in basalt, lijkt inderdaad een grote toekomst tegemoet te gaan. In Hamburg heeft de firma Siemens Gamesa namelijk ook een systeem dat energie opslaat in basalt. De techniek is iets anders. Zij warmen de stenen op met hete lucht en de installatie is een tikkie groter en complexer. Maar ook voor hen geldt dat de simpelheid van het idee en dat volkomen groene karakter van warmteopslag in basalt aantrekkelijk is. The only things we use is steel, concrete and stones. So very cheap materials. And that was also one of the concepts we had in mind. We want something that is by itself 100% green, because we believe it doesn't make sense to help the green future by having something dirty. So it itself is very green, it is very, very cheap. And the other big advantage, it's very, very scalable. So it doesn't cost you anything much to double the size of the storage, if you want to speak in simple terms. Der heiße Dampf tritt hier unten aus, genau, und wird über den Wasserdampfkreislauf bis zur Turbine geführt. So dass wir die Turbine dann anwerfen können. Ja, super. Siemens Gamesa denkt aan grote installaties waar hele grote vermogens in de vorm van heet basalt kunnen worden opgeslagen. Deze zogeheten ethesinstallaties zouden dan geplaatst kunnen worden in kolencentrales, die vanwege hun vervuilende karakter moeten worden gesloten. These coal power plants are working fine but polluting the environment. So at the moment the only solution we have is to really shut them down to decarbonize. And at the same time build up those offshore wind farms and so on and so forth. So what we are saying is, instead of complicating the infrastructure, because at the moment you have an infrastructure that works with production, with, you know, transmission lines and distribution, and so on and so forth. And now what we're doing is basically shutting down coal power plants and somewhere else building up storages all over the planet. But these coal power plants not only have the technology to be turned into a giant ether storage device, but they already also have the grid connection. They have everything they need. And they have all the experts working there, earning their money and knowing how to operate. So it is really a simple form, and you don't have to dismantle it. You can really leave everything as it is and just change 20 to 30% of the equipment. For example, of course, taking out the coal burning chamber and so on, and putting our stones there, and then connect a green wind farm to it, and that's it. So we can really give people also in regions where it's about employment and security and social stability. On top of that, we can also secure that, and that is something really, as an add-on, is very, very attractive, and we are happy to do so. We hebben veel meer energie nodig dan we lokaal kunnen opwekken. En we moeten onze duurzame energie dus voor een belangrijk deel ergens anders vandaan halen. Kolen, olie en gas zijn vrij makkelijk te vervoeren. Maar hoe transporteren we zon en wind over lange afstanden? Ook hier kunnen we gebruik maken van infrastructuur die er al is. Schepen en opslagtanks. Vopak is gespecialiseerd in het vervoer en de opslag van energie. Waterstof uit duurzame energie is volgens hen de belangrijkste kanshebber. Maar waar halen we dat dan vandaan? Alle landen waar je een hoge zonintensiteit hebt, en het liefst waar je het ook nog kan combineren met wind. Dus dan heb je goedkope elektriciteit. Dus als je goedkope groene elektriciteit kan maken, ja, dat zijn de regio's in de wereld die de toekomstige producenten kunnen zijn van de groene waterstof. Dus dan heb je het over Zuid-Europa, maar ook Noord-Afrika, Australië, Chili. Ja, zo zijn er een aantal plekken in de wereld die die mooie combinatie hebben van veel zon en ook nog veel wind. Dus als wij kijken naar waterstof importeren, dan kun je dat eigenlijk op verschillende manieren doen. Je zou een hele lange pijpleiding aan kunnen leggen, maar goed, dat is dan wat lastiger, omdat je dan van één punt naar een ander punt gaat. Wij denken dat de import juist heel erg via de zeevaart zal gaan ook.
En dan kijken we naar drie oplossingen, drie belangrijkste oplossingen. Dat is vloeibare waterstof, dus liquid hydrogen. Dan koel je het product helemaal naar min 253 graden Celsius. Dus dat is echt, echt heel erg koud. Dan wordt het vloeibaar. En dan kun je het op die manier vervoeren. De tweede oplossing waar we naar kijken is ammoniak. Dan maak je eigenlijk van die groene waterstof, maak je eerst ammoniak en dat vervoer je dan en dan importeer je. Dan heb je een hele hoge energiedichtheid, dus ammoniak is een goede technische oplossing. Wij doen dat ook al op verschillende plekken in de wereld, we slaan ook ammoniak op. Maar het is wel een heel toxisch product, dus de veiligheid is heel erg belangrijk. En de derde optie waar we naar kijken zijn de zogenaamde liquid organic hydrogen carriers. Dus dat zijn eigenlijk dragers waarin je de waterstof eigenlijk in een groter molecuul verpakt. Wat niet vluchtig is, wat makkelijk is op te slaan. Een soort dieselachtige lampolie. Wat dus ook gebruik kan maken van de huidige schepen en de infrastructuur. Waardoor je eigenlijk heel eenvoudig het product kan verplaatsen. Met de nodige zorg, maar niet de extreme zorg die bijvoorbeeld wel bij ammoniak nodig is. En op die manier kun je dan je waterstof daar naartoe brengen waar je het nodig hebt. Er is nog niet één definitieve oplossing die overal van toepassing is, die helemaal goed is. Je ziet eigenlijk dat verschillende eindmarkten, zoals we dat noemen, dus als je die waterstof nodig hebt voor de mobiliteit, voor je auto, voor de bus, kan dat weer een andere oplossing zijn dan voor bijvoorbeeld elektriciteit, groene elektriciteit die je dan maakt met waterstof. Dus zo zie je dat de verschillende oplossingen ook nog naar verschillende markten kunnen gaan. En die kunnen wat ons betreft ook prima naast elkaar ontwikkeld worden. En dan uiteindelijk zal er best één van die oplossingen groter worden, maar dat moet de toekomst ook leren. De opslagrace is volop aan de gang. En er is nog een nieuwe kandidaat. Want waar Vopak nog geen rekening mee heeft gehouden, is het vervoeren van ijzerpoeder. Want ijzer als brandstof zou wel eens heel groot kunnen worden. Ik heb hier een klein beetje gepakt. Steek een lucifertje aan. Dus hier hebben we een klein pijlervlammetje en daar gaat ijzer doorheen. En dan zien we dat het eigenlijk net zo brandt. Het brandt flink, ja. Het is inderdaad een soort vuurwerk, hè? Ja. Het wordt ook gebruikt, metalen worden vaak gebruikt in vuurwerk. Metalen kunnen heel goed branden. Dat weten we van sterretjes, vuurwerk, maar ook van raketten. Die werken met metaal als brandstof. Mark Verhagen is business manager van een bedrijf dat ijzer als duurzame brandstof wil introduceren. Samen met verbrandingshoogleraar Philip de Goeij van de TU Eindhoven werkt hij aan een grote machine waarin ijzer gebruikt wordt om warmte te maken. Maar een metaalvlam zit helemaal geen H. Dus dan heb je alleen maar O-radicalen, geen H. Waarom zou je ijzer als brandstof willen gebruiken? De ijzer die ik net heb verbrand en die hier op de grond is gevallen, dat is roest geworden. Dat kunnen we vergelijken met de roest van onder onze fiets, als we te lang buiten laten staan. En die roest zijn even grote deeltjes ongeveer. En die vangen wij op. En die kunnen we met behulp van die duurzame energie in een reactor omzetten naar ijzer weer. Zo komt er een circulair proces uit. En waarmee doe je dat dan? Hoe zet je dat om? Er zijn meerdere methodieken. Op dit moment baseren we veel methodieken op waterstof. Waarin we waterstof gebruiken om die omzetting te laten plaatsvinden. En er is een methode met behulp van direct elektriciteit, elektrochemisch. Hoe heet wordt het nou hier? Ja, de vlam zelf kan tot 1600 graden komen en hier aan het eind van de verbrandingsbuis zorgen wij dat het bij wordt gemengd tot 900 graden. En je kan het zien, of niet? Ja, klopt. We hebben speciaal voor het onderzoek hier een paar kijkglazen geïnstalleerd en dan kan je zien nu dat het als een massa voorbij jaagt eigenlijk. Ik zou zeggen, neem gerust een kijkje. Bij het verbranden van ijzerpoeder komt alleen energie en roest vrij. Die roest breng je naar plaatsen waar groene waterstof wordt gemaakt. Door roestpoeder te laten reageren met die waterstof, maak je er weer ijzerpoeder van. Dat vervoer je dan weer naar plaatsen waar je veel energie nodig hebt om het volkomen schoon te verbranden. Het roestpoeder wat er weer uitkomt, zou ik even laten zien.
En dat ziet er dan zo uit. Een stuk donkerder geworden ten opzichte van het ijzerpoeder. Dit is gewoon roest. Dit is roest inderdaad. Ja, het is niet helemaal zoals je het gewend bent. Dan zou je normaal een oranje kleur verwachten. Maar dit is ook een vorm van roest die bij de verbranding ontstaat. Het doel hiervan is om dit weer te recyclen met hernieuwbare energie en het dan vervolgens weer hierin te kunnen gooien. En zo gaat het maar heen en weer. En zo gaat het heen en weer en heen en weer. Ja. De toekomst zie ik voor me als dat we elektrische energie met behulp van zonne- en windenergie bijvoorbeeld op plekken genereren waar enorm veel overcapaciteit is aan die bronnen. Bijvoorbeeld in de Sahara, maar ook in Noord-Engeland qua windcapaciteit. Daar kan op dat moment niet veel mee gedaan worden. Dus daar zetten we het om naar ijzerbrandstof. Die ijzerbrandstof transporteren we bijvoorbeeld naar de haven van Rotterdam. En vanuit daar worden elektriciteitscentrales aangedreven door ijzerbrandstof. En de procesindustrie maakt warmte met behulp van deze nieuwe brandstof. En waarom zou ijzer dan makkelijker of beter zijn dan bijvoorbeeld waterstof of een andere vloeistof? Waterstof is goed voor sommige applicaties. Alleen niet al die plaatsen kunnen volbracht worden met waterstof op een economisch efficiënte manier. IJzer kan enorm makkelijk worden opgeslagen, omdat het relatief veilig is en het verliest geen energie gedurende de opslag. Dus eigenlijk kunnen we een berg met energie opslaan en kunnen we het gebruiken waar en wanneer we het willen. Als je ijzer verbrandt, kan het wel 2000 graden worden. Dat levert dus flink wat warmte op. Warmte die bruikbaar is voor industriële processen. Onlangs werd de hele machine als test verplaatst naar de Bavaria-brouwerij om te zien of het systeem ook in de praktijk werkt. Dat lukte. Bier brouwen met ijzerpoeder als energiebron. En ze willen het systeem nu opschalen. Uniper produceert stroom en warmte, soms midden in de stad. Verhagen wil graag met het bedrijf een 10-maal zo groot experiment doen om te zien of je aardgas kunt vervangen door ijzerpoeder. Ja, dit is onze machinehal. Hier staat echt de grote apparatuur. Hier links voor zie je de gasketel. Deze willen ze in de toekomst gaan vervangen door iets van metal fuels. We willen graag een CO2-neutrale brandstof hebben die op toekomst bestendig is. Waarmee we ook onze doelstellingen uit onze strategie, dus in 2035 CO2-neutraal warmte en elektriciteit produceren, dat we die doelstellingen ook kunnen halen. Ja, je kan je voorstellen dat als wij een alternatief zoeken voor aardgas, ja, dan moet het veilig zijn, want al die bebouwing is echt heel dicht in de buurt. Het moet ook compact zijn, want we hebben hier gewoon geen ruimte. Alle woningen zitten ongeveer op de grens van ons terrein. Dus het is echt super vet dat we gaan kijken of we echt met metal fuels hier een alternatief voor zien. Hoe gaaf zou het zijn als straks, net zoals hier, allemaal van die centrales staat te branden die gewoon duurzaam zijn? Ja, geen zeker. CO2 qua uitstoot, geen lage NOx uitstoot. Ja, zeker. Dus dat zou een top alternatief zijn om niet meer via deze schoorsteen allemaal CO2 de lucht in te blazen, maar eigenlijk alleen nog maar lucht. Ja, ja. Dus het is vet dat jullie daar zo hard aan werken. Ja, zeker. Ja, het idee is dus dat we hier mogelijk op dit veldje echt een pilot gaan bouwen. Dat hier de brandinstallatie komt te staan en dat er nog twee grote opslagsilo's bij komen waar we het ijzerpoeder en het roest weer in opslaan. Maar zoals je ziet, het is een groot veldje, dus we hebben hier ruimte genoeg. Nou, als dit lukt, dan zou het van internationale klasse zijn. Aangezien dit 's werelds eerste keer is dat het dan op deze grootte wordt gedaan. Dus ik denk dat het niet alleen dat het in Nederland veel impact gaat hebben, maar ook in Europa of wereldwijd voor dit als een alternatieve brandstof. Of ijzer het als energiedrager voor duurzame energie gaat maken, hangt af van schaal, kostprijs en efficiëntie. Daar draait het uiteindelijk om, bij alle deelnemers in de race om opslagtechnologie. Het gaat echt groeien. Van bijvoorbeeld 1% wat nu ongeveer door een opslag gaat in ons elektriciteitssysteem, naar een aantal procenten, zelfs wel meer dan 10% van de stroom gaat ooit een keer door een opslag. Dus dat gaat zeker groeien.
Maar qua hoeveel er gebeurt, is het gewoon een hele mooie tijd, zeg maar, voor innovatie. Je ziet heel veel technologieën die van idee alvast naar die eerste toepassingsfase worden gebracht. Dat is gewoon een heel interessante fase. Maar dat is ook een fase waarin heel veel initiatieven stranden. Hè? Want veel technologieën komen niet over die berg waarin er dan grote investeringen nodig zijn om zo'n technologie echt verder te brengen in de markt. Dus je ziet nu in die fase, dit is echt zo'n kiemfase van innovaties, dat heel veel dingen worden uitgedacht. En dan is het belangrijk om de kansrijke technologieën, zeg maar, er doorheen te trekken. We hebben 10 jaar de tijd om echt goede innovaties nu klaar te zetten en dan te gaan bewijzen. Zodat je ze in ieder geval hebt richting 2040 en 2050. Wanneer de aandelen duurzame energie in het systeem echt naar grote hoogte gaan groeien.